Tijdrit over 30,5 kilometer. Een verslag van Steven Rooks, Jean Nelissen en Mart Smeets. U ziet dat Boortman daar op dat punt 27.40 neerzetten. Waar staat die streep? We schakelen. Daar is die streep, een half minuutje harder rijdt hij dus. En dat is nogal wat hoor. Wat ik nu zie, geloof je niet. Wie heeft de snelste tijd na 9 kilometer? Ja. Jan Ulrich. Ongelooflijk. Een groot tijdrijder hoor. In 94 op Sicilië was hij nog amateur en placeerde hij zich al bij de eerste vijf in het eerste wereldkampioen tijdrijden. Jan Ulrich. Zulle is in beeld. En waarschijnlijk zullen we wel weer een klassement zo krijgen, want na Ulrich is ook Ries sneller dan Indurain. Ik moet zeggen dat Rominger een geweldig grote versnelling trapt. Dat heeft hij, dat doet hij altijd in een tijd. Daarom zeg ik, op zo'n parcours zoals het nu voorschotels de renners krijgen, denk ik gewoon dat hij dit ideaal voor hem op zo'n gek. Ja, die ziet het nu aan de tussentijden. 4 seconden verliest op uw rug. Wat zit toch er weinig tussen? Een paar seconden sneller dan Indurain. Het is natuurlijk nog maar 9 kilometer. Ja, maar er zit bijna niks tussen, hè? Tussen die eerste 4, 7 seconden, zeg. Ai, en daar is de meester zelf hoor. Kijk eens, de kleine Rus. Evgeny Berzin in het geel. We hebben hem nog niet gezien, maar ik weet inmiddels zijn tijd na 9 kilometer. Daar is Berzin de snelste. Van allemaal 16 seconden voorsprong op Ulrich. 18 op Olano. 20 op Rominger. 21 op Ries. 23 op Indurain. Boortman op 29. Surs. Het is een fantastische tijd dit jongens dit. Dit is Olano. Die dus gelijk staat in tijd in het algemeen individueel klassement. Hij was derde in de proloog in Den Bosch. Op 3 seconden. Ries, de grote ontdekking van vorig jaar in de tijdritten. Tussen Wie en Sarin over 54 kilometer gaf die Indurain maar 12 seconden toe. Ulrich rijdt hier 26.54 en Ries duikt daaronder. Zeer knap van de Deen. 26 seconden sneller is Indurain op dat punt. Ja. Bij het tweede meetpunt ziet u daar. En bij dat tweede meetpunt geef ik u mee dat Olano en Berzin nog door moeten komen. En hij duikt beduidend onder de toptijd die Boortman neerzette. Indurain. Op de top, 52.54. Gemiddelde van 34 kilometer ruim. Maar nu, meneer Berzin gaat toch rijles geven, heren. Want na 15, 17 kilometer is hij bezig om iedereen overhoop te rijden. Ongelooflijk, die rijdt op dat punt al 40 seconden harder dan Indurain. Dus na 15, 17 kilometer hebben we iedereen langs gehad. Daar is Berzin dus de snelste voor Ries, Ulrich, Rominger, Olano. 52.54 is het de kloppen tijd. En dat haalt hij net niet. Dus Ulrich verliest op het laatste stukje, verliest hij van Indurain. Het is niet veel, maar hij verliest wel. 53 rond. Wij kijken naar Berzin. Die dus praktisch geen tijdrit van enige lengte dit seizoen verloren heeft. 52.54 is het de kloppen tijd. Hij heeft nu 52.10 op de teller. Dus hij gaat Indurain verslaan. 52.15. 52, u ziet het nu. Goh, Bjarne Regis. Schitterende tijd, 52.28. 26 seconden sneller als Indurain. Rominger klopt toch Indurain, denk ik. Het zal weinig verschil zijn, maar het hangt erom. Tony Rominger. Gelijk mag ook, hè? Ongelooflijk. Dezelfde tijd. Dezelfde tijd als Miguel Indurain. Exact hetzelfde. Ries reed 52.28. Ja, ja, Ries komen ze niet. Er komt alleen Berzin komt daar nog overheen. Volano gaat tussen de Ries en Indurain zitten. Dus niet.
niet Indurain is tweede, maar Rominger is tweede. Ja, maar nu wordt het Olano op 52-38. Knap gedaan. Dus Olano rijdt ook sterk in zijn laatste stuk. Heeft ook sterk gereden in het laatste gedeelte, ja. Formidabele tijdrit voor deze Yevgeny Berzin. Nog 300 meter. De te kloppen tijd is 52-28 van Bjarn Ruiz. En Berzin is nu op 51-42. Dus Berzin wordt de winnaar. En die klopt nog Ruiz met een halve minuut. Oh. En behoudt op een fantastische manier de gele trui. Meer zeg. Fantastisch. 51-53. Moyenne boven de 35 kilometer. 35-271. Dat is ongelooflijk. Als je een hoogteverschil op 30 kilometer van 1000 meter moet overwinnen. En je haalt 35 kilometer en 271 meter. Dus Berzin wint de tijdrit. Tweede Ruiz, derde Olano, vierde Rominger, vijfde Indurain, zesde Ulrich, zevende Lutenberger, achtste Boardman, negende Zule, tiende Bults. Vroeger heette die tijdritspecialist te zijn, maar vandaag is dat niet meer het geval. Erik Breukink, hij was ziek in ieder geval en het kwam er vandaag niet bij hem uit. Teleurgesteld dus. Ja, ik ben de hele nacht ziek geweest. Maag-darm-probleem. Dat is niet bevorderlijk. Hoe komt dat? Ja, hoe kom je er vanaf? Ik weet niet hoe het komt. Ik had gisteren in de koers al last. Maar toen s'avonds, ik heb de hele nacht niet geslapen. Dus. Wat betekent dit voor de komende dagen? Ja, dat zullen we wel zien. Kijk, het is natuurlijk morgen een van de lastigste ritten die komen gaan. En als de benen voelen als zoals vandaag, dan heb ik er niet veel vertrouwen in. Maar kijken hoe het morgen is. Ja, je klinkt heel somber. Sowieso starten of als je nog zo'n nacht hebt als de afgelopen nachten, gewoon niet eens starten? Ja, nou, als ik zo'n nacht heb als vannacht, dan zal ik niet gaan starten. Maar ik denk dat het wel beter zal zijn en in ieder geval proberen. Er zijn veel renners ziek, hè? Wat is er toch aan de hand? Ja, waar het aan ligt, weet ik niet. Maar steken elkaar ook een beetje aan, denk ik. De regen. Ik weet niet waar het aan ligt. Je wordt er niet vrolijk van, hè? Nee, daar word je echt niet vrolijk van. Nee. En ook Alex Zule, halve landgenoot toch, kon vandaag niet overtuigen zijn woorden. Ik ben vol gestart en oké, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet slecht gevoel gehad. Ik dacht, ik was normaal en... Ja, maar soms heb je dat gevoel, dat gevoel van goed en dan is slecht. En soms heb je het slecht gevoel en dan kan je winnen. Dat is net van de proloog die in de Tour de France slechte gevoel gehad, maar goede tijd. En nou goed gevoeld en ik weet de tijd nog niet, maar niet helemaal voor. En ik heb alles gegeven, maar toch, ik heb gevoeld de laatste 10, 15 kilometer was ik ingebroken en daar de grootste tijd verloren. Je bent gisteren twee keer heel hard onderuit uitgegaan. Heeft dat er misschien mee te maken gehad? Oké, ik wil niet zeggen wegen het val dat ik slecht gereden zijn, maar eerlijk, misschien een beetje wel. Ik ben morgen opgestaan met slecht gevoel, maar dat is normaal van de valpartij. De hele lijf is vol blauwe plekken en schaafwonden. Dat is natuurlijk niet zo goed, maar ja, ik heb grote moraal gehad voor de tijdrit. Het is een specialiteit van mij en heb alles gegeven. De Tour was nog open, ook Indurain kan die Tour nog winnen. Voor de staat hebben we grote moraal gehad en ja, wat nou gebeurt, dan moeten we kijken dag voor dag. En nu, het klassement, geef je dat op? Ja, klassement, dat weet je ook nooit natuurlijk, maar ik moet dat de situatie zo nou ziet dat Berzin vandaag een goede dag gehad heeft. Ik geloof dat Indurain of Ruiz nog van voor zou blijven zeker. Maar normaal loopt misschien, kan Berzin de Tour winnen. Nou, laten we maar eens kijken naar het algemeen klassement. Berzin heeft de gele trui weer wat steviger om zijn schouders zitten. Hij heeft nu 43 seconden voorsprong op Ruiz. Olano zakt één plaats en is nu derde op 45 seconden. Gevolgd door Rominger, Lutenberger, Ulrich moet ik zeggen, Lutenberger en Virenke. En dan kijkt u het hele rijtje naar beneden. En dan zoeken wij natuurlijk allen naar de naam van Miguel Indurain. En die valt net buiten deze top 10. Hij is 11e op 4 minuten en 53 seconden van Berzin. En morgen is er opnieuw een zware bergetappe van Val d'Isère naar Sestriere. En vanaf 10 minuten over 10:30 in de ochtend zijn we daar live bij. Dus u kunt het volgen bij de NOS. Nu aandacht.